Mike Schilder, afgelopen zondag gewonnen van Donar. Heb je een beetje kunnen genieten van die overwinning? Ja, ik heb er wel even van genoten. Het was natuurlijk een mooie overwinning. Maar daarna zijn we weer goed aan het werk gegaan om ons voor te bereiden op Weert. Verbaasde je dat het zondag zo ging? Enigszins in de zin van dat we het zo konden omdraaien nog in het vierde kwart tegen een ervaren ploeg als Donar. Maar ik bedoel, van tevoren wilden we natuurlijk gewoon vol voor de winst gaan. Dus dat we gewonnen hebben ben ik misschien niet zozeer van onder de indruk, maar wel de manier waarop. Ja, yeah, enjoy every win, just not against Donar, against every team in this league. And I'm glad we're healthy, I'm glad we're playing well and I'm glad we had that one on Sunday. Dus de aankomende zondag Limburg, is dat een lastige wedstrijd? We hebben het wel moeilijk gehad daar een aantal wedstrijden de afgelopen seizoenen. Het is een ploeg die heel hard speelt, veel jonge talenten. Nu ook aangevuld met een Amerikaan, een goede coach. Dus we kunnen wel wat verwachten zondag, denk ik. I know it's my least favorite place to travel in the Dutch League. It's a long, long road just because of the traffic. And the gym's not the most inviting gym in the league. But at the same time, we have to go in there and do the same thing we did last Sunday. Play well as a team and come out with a win. What do you expect about the game? I expect a physical game. They always play hard. They're always well coached. They always fight. So let's hope my 29-year-old body can maintain the hits that they're going to come at me with.